Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Het is vandaag vrijdag, tijd voor een extra video. Speciaal omdat het maandag Sinterklaas is, maken we vandaag heerlijke speculaas. Zodat jullie nog mooi van het weekend speculaas kunnen maken voordat het dadelijk Sinterklaas is. Dus veel plezier met deze video, leuk dat jullie kijken en ik ga alles even klaarzetten. Zo, ik heb al mijn spulletjes klaargezet. Wat hebben we allemaal nodig? Ik heb hier in een kom heb ik 75 gram bastardsuiker, bruine bastardsuiker, 66 gram boter en een snufje zout ingedaan. Dan heb ik klaargezet 12 gram karnemelk en ook weer samen in een bakje 8 gram speculaaskruiden en 5 gram bakpoeder. En nog apart in een kom 125 gram bloem. Dit zijn de ingrediënten die je nodig hebt voor het maken van speculaas. En hoe dat moet, dat zien jullie straks. Zo, ik heb de bastardsuiker, de boter en het zout al een klein beetje gemengd met de garen, zoals jullie zien. Dan gaat nu de karnemelk erbij. En dat roeren we er ook doorheen. Zo, de gart opzij. En dan gaan de speculaaskruiden, bakpoeder en de bloem erbij. Zorg dat alle bloem erin zit. Zo, en dan kneden we dit gewoon tot een mooi deeg. Ik ben even verder gaan op de aanrecht, dat is wat makkelijker. Dat was van de week met de kruidnoten ook al. Hè? Nou, en je ziet nu dat ik het gewoon gekneed heb. Je hoeft niet lang te kneden als het allemaal goed gemengd is. En als dat zo is, dan wikkelen we hem in plastic folie als je klaar bent. En laten we hem heel eventjes 20 minuutjes in de koelkast een klein beetje opstijven. Zodat het zo meteen wat makkelijker uitrolt. En verhit ondertussen je oven alvast voor op 150 graden. Dan kunnen we hem zo meteen gelijk gaan bakken. Zo, mijn deeg heeft gerust. Ik heb hem uit de koelkast gehaald. Nu gaan we hem uitrollen. Ik leg hem tussen twee vetvrije papiertjes. Dan blijf je deegroller niet plakken. Als je nou geen deegroller hebt, pak dan gewoon een flesje. Kijk. En dan rol je hem gewoon mee uit. Dat gaat ook. Prima. En dan rollen we hem uit tot ongeveer 4 mm dikte. Ja, en dan mag je natuurlijk zelf beslissen in wat voor grote stukken je hem gaat afbakken. Ik bak hem gewoon in zijn geheel, denk ik. En daarna breek je het lekker in stukken. En dan kun je er heerlijk van eten. Rollen nog een keertje zo. Beetje glad maken. Kijk, en dan is je deeg mooi uitgerold. Je zou hem nog bij kunnen snijden, maar dat, dat ga ik niet doen. Ik vind het wel leuk. En dan ga ik hem nu in de oven schuiven op dit vetvrij papier gewoon. 150 graden had ik al gezegd. Hè? En dan voor ongeveer 30 minuten. Ik ga hem nu in de oven schuiven. Dus we zien elkaar over 30 minuten weer terug. Met het eindresultaat. Zo, het half uur is voorbij. Ik heb mijn speculaas uit de oven gehaald. Zoals je ziet. Het ruikt heerlijk. Ja, en nu ben je klaar. En ik had al een stukje afgebroken. Om even aan jullie te horen hoe krokant die is. Nou, hoor je wel. Heerlijk. Ja, en dan kun je hem gewoon in stukken breken. En dan kun je hem heerlijk eten. Dit was de speculaas speciaal voor Sinterklaas. Zo, dit was de extra video op deze vrijdag speciaal voor Sinterklaas.
voor deze leuke video. En ga je het zeker maken. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we zien elkaar aanstaande maandag weer met weer een heerlijke recept. Volgens mij is het iets met gamba's. Maar dat zien jullie maandag. Bedankt voor het kijken. Doei doei.